Mijn naam is Aukje Nauta, ik ben psycholoog, organisatiepsycholoog. Dat zeg ik met opzet, met zoveel nadruk, omdat ik jullie dood ga gooien met allemaal van die dure psychologenwoorden. Daarnaast, ik oefen mijn vak uit als wetenschapper, deels, aan de Universiteit van Amsterdam. Dat doe ik één dag in de week en voor de rest van de week verdien ik mijn geld met als organisatieadviseur bij het adviesbureau Factor 5. Nou, dan geef ik masterclasses, workshops, vaak in de HR-hoek. En vaak aan werknemers en managers. En normaal gaat het dan zo dat ik van tevoren een offerte maak. Soms is het ook, gaat het heel makkelijk. Dan schrijf ik in een mailtje op hoeveel geld ik voor iets wil hebben. En dan wacht ik wel eerst netjes op de bevestiging voordat ik aan het werk ga. Maar vandaag sta ik hier helemaal gratis en voor niks te werken, zoals jullie allemaal. Het is niet voor niks ook. Oh. Echt, helemaal niks. En wat er dan optreedt, is een fenomeen wat psychologen noemen cognitieve dissonantie. Wij houden heel erg van dure termen met z'n allen. En cognitieve dissonantie, dat betekent dat je eigenlijk altijd het een doet en je ziet nu dat je het andere doet en dan klopt er iets niet. En dat wil je dan voor jezelf gaan oplossen. Dus dan ga je, wat je dan doet is cognitieve dissonantiereductie. Oftewel goed praten van je eigen gedrag. Dus dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Ik sta hier misschien wel omdat ik het verschrikkelijk leuk vind om lezingen te geven. Ik kan niet genoeg lezingen geven. Dus ik ben intrinsiek gemotiveerd om lezingen te geven. Nou, het zou kunnen. Ik vind het soms ook heel leuk. Soms vind ik het helemaal niet leuk. En soms vind ik het ook heel spannend. Ik vind het vanavond ook best wel weer heel spannend. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. En dat is dat ik misschien wel heel erg graag die aardige meneer en die permanent Bertha hebben opgezet, wil helpen. En dan heb je het over iets anders. Dat is weer een moeilijk woord. Het staat ook niet in het woordenboek. Dan heb je het over prosociaal gedrag. Dus dat is weer een ingewikkelde term die psychologen hebben verzonnen. En daar wil ik vandaag meer over vertellen. Dus ik ga jullie meenemen in theorie en praktijk van prosociaal gedrag. En dat doe ik om twee redenen. Omdat volgens mij het initiatief van Permanent Bertha, dat draait helemaal om prosociaal gedrag. Dus eigenlijk ga ik jullie niks nieuws vertellen. Maar misschien is het wel slim om uit wat hier allemaal gebeurt te destilleren. Wat wij allemaal aan het doen zijn. Dus om meer begrip te krijgen van waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Dat is mijn ene doel. En ik heb eigenlijk nog een ander doel. Want ik hoor sommige mensen wel eens zeggen dat de manier waarop er hier gewerkt wordt, dat de traditionele organisaties omver zou gooien. Nog even en dan zijn we allemaal een commune zoals in dat Spaanse plaatsje Marinaleda, waar Manfred het over had. En dan bestaan de DSM's en de Shell's en de Akzo Nobel's en de Rabobanken van deze wereld, die bestaan niet meer. Als je eigenlijk zo redeneert, dat vind ik niet zo prosociaal. Het zou ook kunnen zijn dat we die vanuit deze community de traditionele organisaties gaan helpen om te overleven op een manier waar zowel de werknemers heel erg blij van worden, als waar de organisaties goed van gaan presteren. Dus dat zou ik met z'n allen ook willen verkennen, of zoals we hier zitten, of we daartoe ook in staat zijn. Ik heb mijn verhaal in tweeën gesplitst. Eerst ga ik gewoon echt een beetje traditioneel college geven, want daar ben ik professor voor. Dus ik ga jullie wat vertellen over prosociaal gedrag. Wat is prosociaal gedrag? Nou, hier zie je twee plaatjes. Het linker plaatje is heel erg prosociaal. Overigens is het dat niet wanneer dat kind, of ik weet niet of het nou een kind of een vrouw is, die in het water ligt, stel dat een dochter is of een vrouw, dan het zijn vrouw, dan is het niet prosociaal. Of tenminste, dan is het niet het gedrag waarmee mensen zich onderscheiden van de mieren en de bijen. De mieren en de bijen die helpen elkaar ook ontzettend. Alleen dat doen ze vooral als ze ook echt verwant aan elkaar zijn. En het unieke van de mens is dat wij in staat zijn om ook eigenlijk wildvreemden, zoals we die op straat zijn tegenkomen, dat we die helpen.
Nou, er is in de sociale psychologie al heel veel onderzoek gedaan naar prosociaal gedrag. Dat stamt al van de jaren 60 en 70. En een van de eerste experimenten die werd gedaan was dat er een onderzoeker die stond in de lift. En die wachtte net zo lang tot er een iemand bij hem in de lift kwam. En op het moment dat de lift omhoog ging, dan liet die onderzoeker een heleboel pennen vallen. En dan wilde hij dus nagaan van, goh, wat gebeurt er nou? Gaat die mede-liftgenoot gaat hem helpen met het oprapen van de pennen of doet hij dat niet? En dan hadden deze onderzoekers, die hadden ook nog de condities een beetje gevarieerd. Dat wil zeggen dat de ene keer de onderzoeker op het platteland in een lift stond en de andere keer in de grote stad. En de ene keer, de proefpersonen waren altijd mannen, maar de ene keer was de onderzoeker een vrouw en de andere keer was het een man. Dus mogen jullie raden in welke conditie het vaakst de pennen werden opgeraapt. De vrouw op het platteland. Oh, wat weten jullie dat goed? Hier zijn echt psychologen van de eerste uur hier in de zaal. Wat zeg je? Van de koude grond. Ja, maar psychologie van de koude grond werkt vaak heel goed. Maar goed, er ligt natuurlijk wel een hele theorie aan ten grondslag. Dus zou je daar ook wat over kunnen vertellen? Ben je het verstaan? Ja, ik denk dat heel klassiek. Vrouwen zijn het zwakke geslacht, dus die help je gauw. En de stad. Wat een mooi wereldbeeld. Psychologie van de koude grond. In de stad is men meer gestrest en heeft men minder tijd ervoor. In mijn plattegrond. Ik heb zelf werk, woon nu in een kleinere plaats. Daar is het gewoon relaxter. En dan heb je gewoon meer tijd om iemand te helpen. Dat is in ieder geval mijn verklaringen voor waarom dit deze combinatie op. Iemand nog een betere verklaring? Vooral voor dat dorps. Pro-sociaal. Dat hebben we echt zo ervaren. Ja, zo ervaren. Ja. Maar dat is ook Simon. Simon heeft de stad als anoniem ook benoemd. Hè? Ja. Omdat we daar veel meer. We kunnen daar anoniem zijn. Ja. En het is daar ook dichtbevolkter. Dus de hele situatie verandert. Ja. Maar dat voelt te ver. Nee, maar dat is wel de verklaring. Want het mooie van een stad is dat je gewoon lekker horkerig kunt zijn zonder dat iemand dat doorheeft. Maar op het platteland, komt iedereen het onmiddellijk te weten dat jij zo horkerig bent om die pennen niet op te rapen. Hè, dus daar speelt reputatie een veel belangrijkere rol. En dan dat rechtse plaatje. Wie herkent dat rechtse plaatje? Ja, vertel. Dat is een ongeluk wat gebeurt met dat meisje die steekt. Dat meisje steekt zo direct over. Die is even door haar ouders alleen gelaten. Die wordt overreden door die auto. En zal daarna nog een paar keer overreden worden. En het is een heel afschuwelijk drama in China. En mensen lopen eraan voorbij en laten haar liggen. En uiteindelijk sterft ze. En ik heb er wel een aantal dingen over te zeggen. Maar ik neem aan dat je eerst de groep wil... Ja, dit is inderdaad, jij vertelt het eigenlijk al niet mooi, maar wel zoals het rauw is. Hè, er zijn dus heel veel omstanders, zelfs een moeder met een kind, die daar staat toe te kijken, terwijl een tweejarig kind wordt doodgereden. Weet je ook hoe dit bekend staat in de psychologie, dit effect? Nee. Bystander effect. Yes, heel goed, bystander effect. En het bystander effect, dat verklaart eigenlijk, er zijn verschillende verklaringen, maar het belangrijkste daarvan is op het moment dat we een soort van diffusie van verantwoordelijkheid voelen. Hè, zo van, niemand doet wat, dus misschien is het ook wel geen probleem. Of mensen zien het niet eens, hè, als er zo grote groepen zijn. Wat zeg je? Of de ander doet het wel. De ander doet het wel? Ja, dan doet opeens helemaal niemand meer wat. Maar nu is het zo dat een collega van mij, Kees van den Bos, hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, die heeft recentelijk eigenlijk een soort van alternatieve verklaring gevonden voor dit bystander effect. En die is best wel belangrijk voor organisaties, maar er is nog wel wat meer onderzoek voor nodig. De psycholoog wil altijd meer onderzoek. Maar wat hij eigenlijk heeft gedaan is op het Centraal Station van Utrecht in een wachtruimte langsgaan als onderzoeker. En een willekeurige respondent vragen van, wil je eventjes een vragenlijstje invullen? En hij stelde drie vragen aan die respondent. De eerste vraag was... Denk eens terug aan een moment waarop je je helemaal ongeremd voelde. Wat deed je toen
En wat voelde je toen? Nou, als dan de respondent de vragenlijst had ingenomen, dan ingevuld, dan nam hij die weer in. Hetzelfde, ook drie vragen vroeg hij aan een zogeheten controlegroep. Hè, dus een experimentele versus een controlegroep. En dan was de vraag, denk eens terug aan de dag van gisteren, wat deed je toen, wat voelde je toen? En vervolgens liep de onderzoeker weg, maar dan was er nog een soort handlanger van het onderzoek. En wat deed hij? Die ging heel hard rennen, zogenaamd om de trein te halen. Maar die liet dan weer een heleboel pennen vallen. En wat blijkt? In de ongeremdheidsconditie gaan mensen veel sneller opstaan om de ander te helpen dan in de situatie waarin je je geremd voelt. Hè? Dus de alternatieve verklaring is dat in een conditie van ongeremdheid, waarin mensen zich vrij voelen om welk gedrag dan ook te kiezen, kiezen de meeste mensen voor spontaan hulpgedrag, oftewel prosociaal gedrag. Nu moet ik er wel bij zeggen, hij verslaat dit onderzoek in een heel lang artikel met wel vier experimenten. En het laatste experiment is er eentje waarin ook ongeremdheid wordt gemanipuleerd, zoals we het dan heten. Hè? Ongeremdheid vergeleken met geen ongeremdheid. En dan blijkt dat mensen eigenlijk vooral hun eigen zelf worden in een ongeremdheidsconditie. Hè? Dus zij die van nature al prosociaal zijn, worden nog prosocialer. En zij die van nature heel individualistisch of juist competitief zijn, die worden eigenlijk nog competitiever. Martijn. Werkt het ook als je een festival in een bos organiseert en dat door die setting iedereen boskleren aan heeft in plaats van een pak, dat ze zich daardoor ongeremder voelen? Ja. Nou, ik vind dat een heel plausibele hypothese. Maar ik zou dan wel willen dat je eigenlijk gewoon hetzelfde festival ook organiseert bij bijvoorbeeld ING of Rabobank, waar ze van die poortjes hebben. We zijn begonnen met dat te doen in een gebouw van de Kamer van Koophandel. Ja. Aha. Ja, nou eerst nog hier even poortjes bouwen dan. Dat helpt wel heel erg om mensen uit te vinden. Bij die Chinese video speelt denk ik wel meer dan omstandersgedrag. Maar ook Chinese wetgeving en verantwoordelijkheid van schadevergoedingen en dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Ja, dat is eigenlijk precies ook waarom ik dit plaatje heb opgevoerd. Omdat je kunt stellen dat juist het feit, mensen voelen zich geremd om het goede te doen voor de mens. Hè, zo'n verklaring hebben we ook wel gelezen van stel dat ze geholpen zouden hebben, dan was de kans heel groot dat ze in de gevangenis terecht gekomen waren of gesoerd waren. Met Australië de halve artsen die meer optreden. Artsen die helpen mensen niet meer op straat in Australië omdat ze bang voor claims zijn. Ja. Als ja, precies. Precies. He, dus, nou ja, goed, dat is ook een van mijn stellingen. We hebben eigenlijk de samenleving zodanig ingericht dat we niet meer ons prosociale zelf zijn. He, dat is alvast een stellingname en daar moeten we volgens mij met z'n allen een oplossing voor zien te vinden. Maar ik ben nog niet klaar met mijn college, want ik ben ook nog op zoek naar de bron van prosociaal gedrag. He, de bron van prosociaal gedrag die is gelegen in wederkerigheid. En wederkerigheid maakt de mens in zekere zin uniek. Hè? En vooral omdat wij niet alleen maar in staat zijn tot directe wederkerigheid. En dat zie je vooral terug in economische transacties. Maar wat een mens zo bijzonder maakt, is juist dat we in staat zijn tot indirecte wederkerigheid. En dit plaatje komt uit een artikel in Nature van Novak en Siegmund. En zij leggen eigenlijk glashelder uit dat er twee principes van indirecte wederkerigheid zijn die op basis van een bepaald principe werken. Hè. Die aan de rechterkant, daar zie je dat A die helpt B en vervolgens helpt C A. En dat doet C omdat A met zijn of haar hulpgedrag een goede reputatie heeft opgebouwd. Hè, dus A verdient het om geholpen te worden. En aan de linkerkant helpt A B en B vervolgens C. En dat doet B omdat A met zijn of haar gedrag het goede voorbeeld heeft getoond. En het werkt vaak nog indirecter, want alleen al het zien van een goede daad kan ervoor zorgen dat je zelf ook prosocialer wordt. En er is ook een mooi reclamefilmpje, dat had ik nu eigenlijk moeten laten zien, maar nou ja, volgende keer. Maar er is een Amerikaans reclamefilmpje van een verzekeringsmaatschappij, waarin je in het eerste fragment ziet dat iemand, er is een knuffel die ligt op straat van een moeder met een kind en iemand die raapt die knuffel op en zo wordt die moeder even geholpen. En een derde persoon die ziet dat. En in een volgend fragment zie je die persoon even zo'n koffiekopje wat op het randje staat weer even terugschuiven. En een derde persoon ziet dat. En die helpt vervolgens weer iemand bij eventjes de lift open houden.
En uiteindelijk komt het dan weer, die hulp, heel mooi terecht bij de eerste persoon die geholpen heeft. Hè. Dus, en dit principe staat ook wel bekend als Pay It Forward. Er is ook al een meer zoete film over gemaakt. Om maar even aan te tonen van dat dit goed werkt. Kijk, en wat Noach en Siegmund verder nog heel mooi beschrijven is dat voor die indirecte wederkerigheid, daar is heel veel hersencapaciteit voor nodig. Daar is voor nodig dat je een zogeheten theory of mind hebt. En een theory of mind wil zeggen dat je je kunt verplaatsen in wat de ander nodig heeft, omdat je dan alleen dan weet hoe je die ander van dienst kunt zijn. En er is ook voor nodig dat je precies onthoudt wie voor jou goed zijn geweest en wie niet. Want we zijn niet zomaar tegen iedereen pro-sociaal. Je moet het wel een beetje verdienen. He, dus we moeten wel goed opletten van bij wie we een risico lopen dat ons pro-sociaal gedrag mogelijk uitgebuit wordt. En een collega van mij, Eveline Kroonen, die heeft ook een mooi boek geschreven over het puberende brein bijvoorbeeld. Zij doet ook heel veel onderzoek naar hersenontwikkeling en dus ook naar de ontwikkeling van pro-sociaal gedrag. Hoe dat te lokaliseren is in de hersenen. En dat proces van evolutie, hè, waardoor de mens tot meer prosociaal gedrag in staat is dan dieren, dat zie je eigenlijk weer verkort terug in wanneer we als baby opgroeien tot volwassen. En dat heeft zij getoetst met een spelletje, de Ultimatum Game. En dat is een heel simpel sociaal dilemma. En dat houdt het volgende in. Je hebt een verdeler en je hebt een ontvanger. En de verdeler die krijgt 10 munten. En die 10 munten, daarvan kan hij beslissen hoeveel die aan de ontvanger geeft. Hè. Dus ik kan die 10 munten allemaal voor zichzelf houden, of de helft aan de ontvanger geven, of zelf meer houden of minder, of wat dan ook. Maar de andere kant is dat de ontvanger uiteindelijk beslist of die het bod accepteert of niet. En als je het niet accepteert, dan is al het geld weg. Dus je krijgt zowel de verdeler als de ontvanger, die krijgt helemaal niks. Nou, als je dit spelletje speelt met een kind van 3, waarvan ik me afvraag of die überhaupt het helemaal snapt. Maar in ieder geval, een kind van 3 accepteert elk bod. Of dat nou 1 muntje of 1 snoepje of wat dan ook is. Alles wat een kind van 3 krijgt, daar is hij blij mee. Kijk je nou naar een kind van 7, dan accepteert hij een eerlijke verdeling. Maar wat een kind van 3 absoluut wat hij nog wel accepteert is dat hij zelf bijvoorbeeld 7 muntjes krijgt en de andere 3 houdt. Maar op het moment dat hij zelf minder krijgt, dan wordt een kind van 7 verschrikkelijk boos en dan zegt hij van zo niet erop. Pas als een kind adolescent is, 14, 15 jaar, dan is hij, ben je ook echt in staat om, dan wijs je eigenlijk elk bod wat afwijkt van een eerlijke verdeling, wijs je af. He, en dat is een soort van bewijs voor dat die prosociale hersengebieden, die ook echt in de prefrontale cortex oplichten, dat die pas laat tot ontwikkeling komen. Goed, volgens mij heb ik nu wel genoeg college gegeven, want bij Permanent Beta dat draait helemaal op prosociaal gedrag. Maar die voorbeelden die willen we natuurlijk wel naar boven halen. Dus wat ik jullie zou willen vragen is om eens even in tweetallen of drietallen met elkaar uit te wisselen van wat voor pro-sociaals, en liefst in professionele zin, want we zitten hier bij de Kamer van Koophandel tenslotte, heb jij wel eens gedaan voor een ander of is jou overkomen? Dus zouden jullie daar met z'n tweeën wat over kunnen uitwisselen? Want ik ben altijd eigenlijk ook nieuwsgierig naar mooie voorbeelden. Ik heb het niet.
Ja, vaak die kleine dingen, dat tot uit die auto en dan die helpt even. Buurvrouw echt een fantastisch mooi voorbeeld gehoord. Ja? Vertel. Pardon, mag ik even langs? Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Zij heeft 2 jaar geleden, was het, stamcellen afgestaan aan iemand die een bepaalde vorm van kanker had. En die haar stamcellen kreeg en daarmee, naar zij weet, genezen is. Wauw. Ja. Ja. Dat is wel een heftige ingreep. Ja. Ja, dat is wel een voorbeeld waar ik echt kippenvel van krijg. Ja. Ja, het doet mij trouwens ook denken aan een verhaal, maar dat was vast iemand die jij, die je dierbaar... Iemand die ik niet ken. Je die niet ken. Zo. Ja. 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 Er is ook een boek verschenen van Anton Doutzenberg over... dat heet ook de Samaritaan, die inderdaad gewoon een nier heeft afgestaan. Het is een heel extreem voorbeeld, maar dat zou je ook zo kunnen betitelen. Ja. Meer voorbeelden nog? Nou, wij hadden het eigenlijk over kleine dingetjes, zoals in het verkeer. Hè? Jeroen had het erover, hè? Vanochtend heb ik gewoon iemand er even tussen gelaten. Ja. En, dat is zo indrukwekkend als ik zeg. Ik vind het extreem. Nee, maar dat zijn van die kleine dingen. Maar ik ben eigenlijk wel een voorzichtige rijder en ik laat heel vaak mensen ertussen. Ja. Maar toch heb je, doordat je in het verleden mensen ertussen hebt gelaten, eis je ook wel eens die ruimte op, omdat je verwacht dat een ander, je hebt het nu wel verdiend om er ook tussen te maken. Ja, ze denkt eigenlijk dat iedereen dat gezien moet hebben. En dan gaat het wel eens mis in het verkeer. Ja. Nou, trouwens, dat voorbeeld van iemand even voorlaat in het verkeer zitten, precies in dat reclame filmpje. Dus ik zal het nog eventjes op mijn linkjes bij mijn linkjes zitten. Ja. We kwamen hier met z'n drieën eigenlijk tot de conclusie dat we vooral niet-professioneel context de onderste 2 tegenkwamen. Dus eerder in persoonlijke situaties. Ja. Want jij vroeg zo expliciet, hè, kijk naar professionele situaties. Mm-hmm. We zitten bij de KVK nu. Ja. En toen keken wij van wat zijn de dingen die ons het meest geraakt hebben als het over wederkerigheid gaat. Ja. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk altijd privé situaties zijn die ons het meest hebben geraakt. Oké, okay, en hoe kan dat? Ja, dat weet daarom vragen we het. Oh, dan moet ik daar... Nou, vraag maar aan de zaal, ik weet het ook niet. Iemand een idee?
geld wil verdienen. Wat zeg je? Zakelijk wil je geld verdienen. Oké. Okay. Ja, ja, hè, dus het is eigenlijk wel zo handig om een beetje onderscheid te maken tussen het zakelijke verkeer en het privé. Is dat wel waar? Is het de theorie? Nee. Ja, ik weet het niet hoor. Dus van, ik heb zelf wel meegemaakt van dat die upstream die daar genoemd wordt, dat ik daar nut van heb gehad. Maar misschien zelfs wel die downstream. Ik werkte in 1994 bij KPN in Groningen. Mm-hmm. Nou, daar heb ik iemand geholpen. En 5 jaar later zat ik bij UBN in Den Haag. En had ik dus een dienst nodig van iemand in Groningen. Alleen dat was niet degene die ik geholpen had. Maar ja, het was wel weer een vriend van iemand of een kennis van iemand die ik had geholpen. En die heeft mij toen geholpen omdat ik zijn vriend 5 jaar daarvoor had geholpen. Geweldig, ja. Een prachtig voorbeeld van hoe de cirkel dan weer rond kan zijn. En maar dus waarmee jij eigenlijk zegt van in het zakelijke verkeer kan het net zo goed. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat in het privé... Nou ja. Wat ik denk is dat het... dat je dus... Kijk, dit is nou een voorbeeld dat het inderdaad toch... alsnog een netwerkje er was, maar de omgevingen zijn veel meer verspreid. Dus de kans dat je dat zo'n soort verschijnsel, zo'n situatie bekend is bij iemand anders, is volgens mij veel kleiner. Doe je voor je omgeving zie je het veel makkelijker. Oh, dat is een keer gebeurd, dat heb je gehoord. Ja. Maar ja, als je iets voor iemand in Groningen doet, nou, jij hebt het meegemaakt, maar de kans dat het nog dat zoiets voorkomt, zo'n ding, is waarschijnlijk toch kleiner, denk ik. Dus je zegt eigenlijk twee dingen. Ten eerste, de kans dat het in professionele omgevingen voorkomt is kleiner. En ten tweede, dat je het opmerkt. Ja. Maar brengt ook gewoon een minder warme gloed, omdat je niet met z'n allen waarneemt. Ja, of, ja, ja, ja. En ik denk dat het in de privésfeer ook vaak echt om sociaal-emotionele dingen gaat. In plaats van een... zakelijk compliment of een bonus of wat dan ook. Ja, nu heb ik gewoon verteld over onderzoek en dergelijke en ik wil nu wat polemischer worden. Toch ben ik ervan overtuigd, hè, dus mijn stelling, dat er eigenlijk veel te veel wederkerigheid is in economische zin. En nu moet ik even een boek laten zien van Peter Blauw, dat is al heel oud, uit 1964. En Peter Blauw die was heel erg op zoek naar van, goh, wat is nou de basis van organisaties en structuren en hoe mensen met elkaar samenwerken. En hij zei van ja, eigenlijk zijn er twee, het draait allemaal om macht en uitwisseling. En met die uitwisseling beschrijft hij eigenlijk heel mooi dat er twee typen van uitwisseling zijn, namelijk economische uitwisseling en sociale uitwisseling. En economisch, dat is meer gewoon die one-shot wederkerigheid. Hè? Gewoon direct, je koopt een auto voor geld. En er ligt vaak ook een soort van wantrouwen aan ten grondslag dat je kunt oplossen in de vorm van een contract. Ik was bijvoorbeeld vanmiddag nog bij de Universiteit Utrecht, waar wij een leiderschapstraining gaan geven en waar het niet helemaal zeker is of ze wel voldoende hoogleraren kunnen werven die willen leren leiding geven. En wat moeten we dan afspreken? Dan moeten we gewoon in een contract vastleggen dat als zij een maand van tevoren niet genoeg mensen hebben geworven, dat dan de training niet doorgaat. Hè? Dus dat is een typisch voorbeeld van een economische transactie. Terwijl een sociale uitwisseling, dan kan je eigenlijk wachten. Het is meer vertrouwen wat aan de basis staat. En je bouwt het ook vaak voorzichtig op. Dus als je net een nieuwe collega hebt en je haalt er een bak koffie voor en hij bedankt je niet, dan denk je van, nou goed, dan ga ik daar geen sociale uitwisselingsrelatie mee opbouwen. Maar wordt dat keer op keer beloond, ja, dan ontstaat er vertrouwen en dan kun je dus ook wachten op dat complimentje of die bonus of wat dan ook. Dus mijn stelling is dat heb ik al gezegd, heel veel, de hele samenleving of traditionele organisaties veel te veel gebaseerd zijn op economische uitwisseling. En om daar twee concrete voorbeelden van te geven, momenteel schrijf ik met Erwin Witteveen een artikel over de schoonmaaksector. En in die schoonmaaksector, daar is een vreselijke neerwaartse spiraal gaande van... Nou ja, alleen maar economisch naar transacties kijken. En niet voor niks zijn er in 2010 en 2012 stakingen geweest. En de reden daarvoor is dat schoonmakers een enorm gebrek aan respect ervaren.
Want elke keer, contracten duren ook steeds korter, 3,5 jaar. En als dan sprake is van contractwisseling, ja, dan worden werknemers wel overgenomen. Maar dan moet het voor 30% minder geld. En het gevolg is dat dan de werkgever maar zegt van dan moet je de ene keer maar linksom schoonmaken en de andere keer rechtsom. Zodat het nog een beetje schoon lijkt. Maar dat ontneemt de schoonmakers wel een gevoel van goh, ik doe het ergens voor en het is betekenisvol werk en ik kan het op tijd afkrijgen. En het meest schrijnende daarvan ook om aan te tonen dat mensen vaak niet doorhebben dat ze gevangen zitten in grootschalige economische transacties. Was dat destijds de personeelsdirecteur van de NS, die was in gesprek met een vakbondsstakingsleider, want men ging ook echt staken voor het, vanwege dat gebrek aan respect. En die vakbondsleider zei van, nou ga maar eens kijken hoe de NS, die te boek staat als een fantastische werkgever, omgaat met opdrachtnemers feitelijk. Hè? Dus werknemers van een opdrachtnemende organisatie. Nou, hij mee en hij schrok zich rot. Want de schoonmakers bij de NS die waren gehuisvest in een Agnebis locatie, vlak onder het spoor, waar de treinen overheen denderden, waar het lekte, waar de koffieautomaat het niet deed en waar de formica tafeltjes vol roestvlekken zaten. Dus één van die uitwassen van te veel economische principes. En een ander voorbeeld, dat kwam ik zelf vorige week nog tegen. Ik begeleid momenteel cao-onderhandelingen bij een grote organisatie. En die organisatie die wil heel graag een performance-cultuur. Ik vraag me altijd af, wat bedoelen ze daarmee? Ik denk eigenlijk dat ze zoiets als dit bedoelen. dus dat ze dit... Dat dit of tenminste, als je iets wil, dan is iets anders er nog niet. En dat is grappig, hè? Want ik laat dit plaatje vaak ook op colleges zien als de tegenhanger van, weer met een moeilijk woord, organizational citizenship behavior wordt genoemd. Hè? Dat extra wat je doet voor de organisatie, een beetje overwerk of je taak afmaken na het werk of werk van een zieke collega overnemen. Nou, deze grote organisatie die wil dat ook, dat mensen dat gaan doen. En dus, wat hebben ze bedacht? We gaan prestatiebeloning invoeren. en het gekke is dat er niet eens een onderlinge discussie is over of er überhaupt een relatie is tussen prestatie en beloning. En wat maar weer aantoont de vanzelfsprekendheid waarmee we accepteren dat economische ontwerpprincipes zouden helpen. Nou ja, en jullie kennen vast in grote getalen het prachtige filmpje van Daniel Pink op YouTube, hè, waarin hij glashelder laat zien dat pay for performance niet werkt. Het werkt eigenlijk alleen maar voor saai en geestdodend werk. Maar zodra je innovatief of creatief of kenniswerk moet leveren, dan is het gewoon dodelijk. Want dan doen mensen niet meer voor plezier, maar precies om die bonussen te halen. Dus we moeten het in mijn ogen veel meer hebben van sociale ontwerpprincipes. Volgens mij zijn die hier bij Permanent Beta enorm aan de orde. Maar ik moet zeggen dat ik ze af en toe in het traditionele veld ook wel tegenkom. En dus ik sprak bijvoorbeeld nog met een directeur van een metaalbedrijf. Een jonge vent die het bedrijf overgenomen heeft van zijn vader. Zijn vader was een klassieke, autoritaire directeur. En hij heeft eigenlijk gewoon heel slim door dat alles eigenlijk moet draaien om werkplezier. En wat hij daarvoor doet, is mensen eindeloos vragen naar ideeën van hoe het beter kan. Toen zij een keertje gewoon een tijdje lang boven de begroting draaiden, toen zijn ze eindeloos met het team bezig geweest om plannen te maken van hoe het beter kan. En het is niet makkelijk, hè? Ik vond in jouw verhaal ook al opvallend. We hebben de antwoorden nog niet klaar van hoe we die traditionele organisaties ook echt kunnen omvormen. Deze JASO die heeft ook wat dat betreft heel veel tegenwerking gehad. Omdat wat je vaak tegenkomt, is toch een soort van aangeleerde hulpeloosheid. Van mensen die jarenlang in een situatie zijn geweest van wat ik eigenlijk ook noem een soort van economische beleving van het psychologisch contract.
Ja, waardoor je niet ineens van op de ene op de andere dag helemaal vol zelforganisatie en autonomie zit. Is dat niet gewoon een gebrek aan vertrouwen? Voor mij is dat heel erg een gebrek aan vertrouwen in organisaties. Gewoon vertrouwen dat je, als je wel kwetsbaar opstelt en als je het anders wil, dat het gewoon niet beloond wordt. Ja, precies. Ja, en, maar dat duurt best lang, hè, want het is ook zo'n clichématig spreekwoord. Hè, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus dat kost gewoon tijd om dat vertrouwen weer op te bouwen. Ja, het grappige is, ik dacht ook dat het aan het vertrouwen lag. En ik ben nu bezig om een nieuwe organisatie te creëren waarin het dus helemaal nieuw is. En dan zie je dus dat consumptiegedrag eigenlijk, dus niet dat proactieve er gewoon in zit. Het is gewoon aangeleerd gedrag in een organisatie. Ja. Dus het heeft niet per definitie iets met vertrouwen te maken, voor mij persoonlijk. Ja, dus je zegt aangeleerd gedrag, maar hoe leren mensen dat dan aan? Binnen een organisatie wordt er heel veel georganiseerd voor mensen. Er is heel veel randvoorwaarden gecreëerd. Een gespreid bedje en in kaders gedacht. Mm-hmm. En mensen zijn dus psychologisch, naar mijn inziens, gaan binnen die kaders werken. Ja. En als je die kaders weghaalt, dan zijn in hun mind die kaders er nog steeds. Ja, een beetje als een goudvis die je in een kom heeft gezwommen en je gooit hem in zee en dan blijft hij nog... Ja. Hetzelfde circus. Ja, dus je zegt, het heeft niet per se te maken met gebrek aan vertrouwen, maar te veel aan regels. Ik denk dat het op zich al veel in het onderwijs zit, dat je zeker vroeger, tegenwoordig misschien wat minder, mm-hmm. Het werd gepresenteerd, dus je was consument van het onderwijs. Ja, dat is ook niet echt een pro-sociaal. Nee. Als je nu maar meer leert om in werkgroepen dingen te gaan maken, presentaties te houden, dat zijn dan misschien dingen die toch al in een andere werkhouding kunnen resulteren. Ja. En dit sluit eigenlijk ook wel aan met wat ik in het begin eigenlijk vertelde. We voelen ons vaak te geremd door allemaal regels en procedures om weer die verantwoordelijkheid te durven nemen. Ja, dus we moeten op zoek naar sociale ontwerpprincipes. Oh ja, wou ik nog even afmaken. Want wat ik daar een heel mooi voorbeeld vond van, dat het na jaren van proberen toch eigenlijk uiteindelijk lukte, was één werkvoorbereider die op een gegeven moment naar de directeur toestapte en zei van, goh, geef mij wat tijd en geef mij ook de beschikking over jouw slimste ICT'er, want dan kan ik gewoon mijn functie helemaal wegprogrammeren. En dat heeft hij gekregen en het is hem inderdaad gelukt om zijn functie helemaal weg te programmeren. Hè, waardoor het bedrijf uiteindelijk 1500 uur op jaarbasis heeft bespaard. En deze meneer gelukkig niet ontslagen werd, maar gepromoveerd naar een hogere functie. Hè, en dit lukt je natuurlijk alleen maar in een organisatie waarin mensen ook het vertrouwen hebben en de ruimte hebben om ook met dit soort ideeën te durven komen. Goed. Sociale ontwerpprincipes dus. En dit is dan weer mijn tweede vraag aan jullie. Want ik heb er zelf wel een paar bedacht, maar jullie weten misschien nog veel betere. Dus ik zou jullie willen vragen, vanuit je hoedanigheid nu, heb je ook ideeën over hoe we die grote traditionele organisaties van vandaag toch kunnen helpen? He, wat zijn dan die sociale ontwerpprincipes die anders zijn dan die puur gebaseerd op economische directe wederkerigheid? Die maken dat ook de traditionele organisaties weer lekker kunnen functioneren. Dus zouden jullie daar in dezelfde twee of drie tallen het over kunnen hebben? Ja. En misschien heb je al een concreet idee of heb je een voorbeeld van wat je zelf hebt gedaan. Succes! Ik heb een sociaal
En het beste lijkt het ook afschaffen. Willen jullie dan? Ik krijg van de ene kant. Je hebt een bedrijfstop. Ja, maar het bedrijfstop is steeds minder. Ik ga wel alles met z'n allen Maar je moet wel iets heel belangrijks aan, want ik heb deze eigenlijk aan te stippen dat het mag. Ja, dat is mooi. Dezelfde dienst. Okay. Je zou zeggen, grotere organisatie, minder mensen, moet goedkoper, maar het is duurder. Het is maximalisatie. Het is minder competitie. Ja, je had voor het eerder moeten gaan. Want je had het niet gehaald. Nee, we moeten de derde maatschappij. Maar goed, jullie zitten wel inderdaad, want jij zit meer te denken in termen van arbeidsrelaties als het ware, en het nieuwe werken van mensen. Je zit als jij het werk sociaal en jij zit meer te denken in van wat voor organisaties voor samen. Jij zit inderdaad eigenlijk om wat hoger niveau te denken. Ja, positief. Ik heb een slaap.
Oké, ik ben gewoon weer benieuwd wat jullie uitgewisseld hebben. Wie heeft een heel mooi voorbeeld van hoe het is gelukt om meer sociale ontwerpprincipes in organisaties ingebakken te krijgen? Dit biedt echt hoop, hè? Van de beurs af. Ik denk dat je niet zozeer sociale ontwerpprincipes, maar wel betrokkenheid bij bedrijf, dus van bij reorganisaties. Wel, als dan de processen opnieuw vorm werden gegeven, werd er dan wel gevraagd van wie er belangstelling had om mee te denken om hoe dat dan met zou worden ingericht. Mm-hmm. Nou, en dan hebben we toch wel inderdaad daar de ideeën die daar werden gedaan, die werden dan voor het grootste deel wel meegenomen. Oké, dus een ontwerpprincipe is dat je inderdaad gewoon mensen veel meer laat meedenken en praten. Ja. Zoals in dat Spaanse plaatje waarvan ik de namen niet kan onthouden. Oké. Waarin ook voortdurend sprake is van directe democratie om mensen inspraak te geven en daar maar mee mede-eigenaar te maken van of het nou een dorp is of een organisatie. Oké, ik kijk even naar de tijd. Hè, want er waren steeds timeslots van 3 kwartier. Ja, dit zijn ontwerpprincipes zoals ik ze zie, hè, voor wat het waard is. Maar ik moet ook zeggen, ik heb daarmee nog niet het antwoord op hoe je ook die verandering vormgeeft. Maar ik weet wel dat uit voldoende onderzoek zorgt voor als je letterlijk zorgt voor ruimte om te spelen in de organisaties. En wat ook echt heel mooi tot uitdrukking komt in datzelfde YouTube-filmpje van Daniel Pink. Geef speelruimte voor mensen om gewoon te doen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Hè, zoals die werkvoorbereider die zijn eigen functie overbodig maakt. Wees zuinig met economische prikkels. Dus voer absoluut geen prestatiebeloning in, want dat is eigenlijk een slecht idee. En leer mensen de kracht van de Wuffy-factor kennen. Ik heb wel eens het woord, dat woord heb ik gisteren van jullie geleerd. Dat is een boek geschreven door ene Tara Hunt. En daar gaat het vooral over sociaal kapitaal wat je op het internet opbouwt. He, maar sociaal kapitaal is natuurlijk gewoon het gevolg van pro-sociaal gedrag. He, als je anderen onbaatzuchtig helpt, dan bouw je daar niet zozeer economisch kapitaal, maar enorm veel sociaal kapitaal op. En ik denk dat het de taak is van mensen zoals die hier verzameld zijn bij Permanent Beta om dat te leren aan anderen. He, dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld van plan ben, wij organiseren af en toe een leernetwerk voor HR-managers. De volgende keer ga ik ze gewoon hier uitnodigen. He, en dan wil ik daar heel veel van jullie ook bij uitnodigen, zodat er echt uitwisseling komt tussen de traditionele manier van werken en de meer nieuwe manier van communities en netwerkorganisaties. Dank jullie wel.